Hoi, mijn naam is Danique en superleuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vandaag zijn we wakker geworden na 3 uur slaap. Ik weet niet of jullie mijn vorige vlog hebben gezien. Maar in de vorige video gingen we natuurlijk drankjes doen. En nu zijn we dood. Daar komt het neer. Omdat we op zo'n mooie plek weer wakker worden, is dat het allemaal waard. En ben ik weer klaar wakker. Want we gaan zo meteen zwemmen. En het weer is echt super lekker. Ik had nog helemaal niet gezien dat we uitzicht hadden op het strand, zeg maar. Super nice. En aan de andere kant ook. Het uitzicht is echt nog mooier als het overdag is. Dus, wat gaan we doen? We gaan een ontbijtje. Ja, een ontbijtje pakken. En daarna gaan we ook eventjes lekker aan het zwembad kijken. Ja, nou. Oh, hebben we nog geen tijd meer voor? Ik zie dat de jetski locatie 25 minuten van ons af is. We zitten natuurlijk op de Palm. En om überhaupt van de Palm af te komen is echt al gewoon 20 minuten, zeg maar. Maar misschien kunnen we na jetskiën even nog naar het zwembad. Want we zijn om 22:30 klaar met jetskiën. Dan kunnen we hier om 11:00 terug zijn. En pas om 11:40 worden we hier opgepikt. Planning veranderd. Gaan we dat doen? Laten we lekker gaan ontbijten. En dan gaan we dan, ja, ik ben heel erg benieuwd naar het ontbijt. Ik ook. En even een rondje lopen misschien. Ik ben wel benieuwd naar het hotel, want we hebben voor de rest hebben we het nog niet echt gezien. Goedemorgen, zeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit ontbijt is echt insane. Ze hebben hier zoveel. Kijk, pancake waffles. En het ziet er zo goed uit. Kijk deze croissantjes. Zo pretty. Nou, pretty. Ziet er een beetje verbrand uit, maar het zal vast lekker zijn. Het zal vast de bedoeling zijn. Ik ben benieuwd wat Jesse gaat pakken. Ik ga van alles wat pakken. Van alles wat? Van alles wat. Lekker. Mm-mm. Ontbijtje in de zon. En we hebben bacon, we hebben ei, we hebben bacon. Bacon. We hebben in de auto terugweg van Parijs hebben we ook een discussie hierover gehad. Bacon. Niet bacon. Bacon. Even hier sla op mijn broodje. En zalm ligt hieronder. En Jesse heeft eigenlijk bijna hetzelfde, alleen nog met wat andere random dingen. Lekker? Bananenbrood. Ja, goeie. Ik denk dat ik hier, als ik dit op heb, dat ik echt wel vol zit. Ja, dat denk ik ook wel. We zijn heel even naar het zwembad gelopen. We gaan straks met de Uber gaan we naar de jetskis. De jetskis. De jetskis. Maar kijk even hoe leuk dit is. We zitten nu op de jetski. Daar is Jesse. Maar dit is de eerste keer dat ik echt ga jetskiën. Ik heb een keertje met Sanne gejetskied. Dat ging niet helemaal goed, kan ik je vertellen. Je moet een bocht maken! Ja, maar dat is wel raak! Hoe ga ik? Gewoon langzaam, langzaam sturen. We gaan dood! Dat lag toen volgens mij ook aan de jetski, want bij de rest ging het toen wel heel goed. Alleen bij ons wou het maar gewoon niet lukken. We zijn hier nu nog in ieder geval even rustig naartoe aan het rijden. Varen. Ik weet nooit wat het is. Varen, I guess. Ja, hier heb je gewoon echt een heel groot gebied waar je kan jetskiën. Ik vind het wel een beetje spannend, moet ik zeggen. Nu er ook niemand achterop zit en ik helemaal alleen moet. Maar aan de andere kant ook gewoon heel erg leuk. Dus komt vast helemaal goed. Ik weet niet hoeveel ik kan filmen, aangezien er niemand bij mij achter op de jetski zit. Maar anders en nak ik gewoon beelden van Jesse, dus dat komt goed. Dit is echt zo mooi hier. Dit is toch ziek, wat een leven. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Oké, hij is nu even aan het filmen, hè. Maar er ging echt een golf vol over zijn camera in. Dus ik weet niet of dat helemaal goed gaat. Nou jongens, we hebben net gejetskied. Hierachter staan de jetskis. En het was echt heel erg leuk. Vond je dat ik een momentje kon? Of? Ja, toch? Ja? Dat best goed. Ja, maar we hadden zeg maar jetski in Kos. Ja. Alleen die reed voor geen meter. Nee, ja. Je had echt een groot verschil in jetskis. Ja, maar die was echt... Deze dingen zijn zo chill. Wij dachten echt, wij kunnen dit niet of zo. Nee, maar... nee, dat ligt echt vaak in de jetskis. Ja, deze was wel chill. Oh, die van mij had ook speakers, ik had net de muziek aan. Ja, beter. Ja, echt ja. Nice. En wat gaan we nu doen? We gaan... Moet even een show doen, trouwens. Huh? Yes, yes. Ja. Luxury... Luxury... Luxury jetski rental. Luxury jetski rental? Ja. Luxury jetski rental. In Dubai. Ja, shout-outje naar hun. Ja, nee, maar het was heel erg leuk. Je ging wat keer op het water. Ja, heerlijk. Ik heb ook wat gefilmd van je, dus dat hebben jullie als het goed is net gezien. Maar het was echt heel erg nice. Waar zijn we?
In een trampolinepark. In een trampolinepark. Om een amazing kiddo te surprisen. Ja. Wanna do a cool quick tool flip for her video? 7 jaar, hè? Ja. 7 jaar oud. Het is echt insane. Hij is 7 jaar oud en hij is dus fan van Jesse. Dus we dachten, we zijn nu toch in Dubai. Laten we hem. Ja, zijn reactie was echt. Ja. Ik heb echt. Ja. Hij was echt. Hij was zo in shock. Hij zei gewoon nog niks. Hij was zo in de war. Hij was echt in shock. Echt heel erg leuk. Dus we hebben hier nu even een uurtje gesprongen met hem. Nu gaan we zo meteen weer terug. En dan gaan we de desert safari doen. Dus dat is leuk. Ja. Maar het was heel leuk hier. Ja, het was wel even leuk. Ja. Dat je iemand zo blij kan maken daarmee is echt. Ja, dat is echt. Dat is waarvoor ik het doe. Dat is waarvoor je het doet. Het is gewoon echt. Dat doet mij ook echt zo gewoon. Schattig. Dat brengt mij ook gewoon in shock. Gewoon om iemand zo te zien. Ja. Jij moest huilen, hè? Huh? Op een gegeven moment was hij het huilen. Ja? Ja. Oh, dat is toch mooi? Dat heb ik niet meer gehad. Dat is echt. Ja. Ik weet niet of het op mijn beelden staat. Maar. Ik heb wel veel gefilmd, dus zo is het. Ja. Terug naar Abu Dhabi eerst, want we zijn nu nog in Dubai. Ja. Ik heb niet heel veel van Dubai gezien per se, maar ja, het is een beetje. Leuke dingen gedaan. Ja, dat sowieso. Ja. Gewoon zonder drukke planning. We gaan nu weer terug naar Abu Dhabi en dan gaan we echt iets heel vets doen. Ja. Ik heb er zoveel zin in. Ik ook, gaat leuk worden. Ja. Ik heb het zo warm. Sorry. Het is warm. Ja. Ja. Sorry. En ik ben niet eens aan het springen. Nee, ja, ik wel. Ik heb wel een paar backflips gedaan. Ja, en op de grond. Ja. Alleen. Oh, ja, nou niet alleen. Ja, dat denk je, maar die was alleen. Met Jesse zo. Nee, die was zonder mijn helft. Like this. Now you're good. I'm getting dizzy. That was good. Come on, again. Take two. That was pretty good, right? That's pretty good. I'm not even doing that much. That was all by herself. Ben ik zo goed in beeld? Volgens mij is dit top. Oké, jongens, voordat we de vlog gaan afsluiten, ga ik eerst nog even een Chiquelle haul doen. Want die hebben jullie natuurlijk al een tijdje niet meer gezien. En die heb ik af en toe wel eens in video's. Dus ik dacht, laten we dat gaan doen. Alleen, ik weet niet of dit goed is. Kijk, ik heb zeg maar een hele setup gemaakt hier achter me. Het is niet heel handig, maar ik denk dat het werkt. Want ik ben zeg maar nu niet in Nederland. En ik weet niet of dit in de Abu Dhabi vlogs komt of in de Bali vlogs. Want ik ben dus zeg maar in Bali nu. Alleen ik loop een beetje achter met editen. Ik hoop dat het nu gefixt is, want deze video staat nu online. Maar volgens mij is het top. Maar ik heb dus een Chiquelle haul van jullie, want ik heb een pakketje gekregen van Chiquelle. En Chiquelle is dus een Zweeds bedrijf. En ze versturen echt super snel. Ze versturen echt binnen 2 dagen of binnen 1 dag volgens mij altijd al wel binnen. Dus dat is helemaal top. Meestal volgende dag, dus dat is super chill. En ze hebben echt hele leuke items. Ik heb dus wat items gekocht voor Bali, dus wat meer zomerachtige items. En daar is deze er eentje van en ik vind dit zo leuk. Dit is zeg maar een soort haldentopje. Ik heb dat nu ook aan, alleen dit is net wat extra of zo. Want dit is hoe het stofje eruit ziet. En hij heeft dus een hele mooie open rug. Dus hij sluit hier met touwtjes aan. En ik vind het helemaal top. Dus ik ga hem even voor jullie aandoen. Oké, ik heb het eerste topje nu aan. En dit is de open rug. Ik vind hem echt heel erg nice. En ik heb deze ook al een aantal keer gedragen hier in Bali. Het geeft me gewoon helemaal zomervibes. Dus ik vind het helemaal leuk. I like it. Dus dat is deze. En nu gaan we verder naar het volgende item. En het volgende item deed me ook echt heel erg denken aan Bali en de zomer en dat soort dingen. Want dat is deze hele leuke body. Hij heeft van die mooie kanten randjes en hij is gewoon echt super mooi afgewerkt. Dus dat is in ieder geval deze. Ik heb alles volgens mij in een maat S, I guess. Alle linkjes staan in de beschrijving. Dus als je een item wilt checken, dan kun je ze in de link in de beschrijving terugvinden. Maar dat is in ieder geval deze. Dus deze zal ik ook even voor jullie aandoen. Oké, nou, ik heb het tweede topje aan. En dit is hoe die eruit ziet. En hij is zo mooi. Het is alleen wel, het is wit. En het is een super fijn stofje. Maar ik ben best wel onhandig. En ik heb hem echt binnen no time vies. Dus hij is nu al 2 keer in de was geweest, zonder dat ik hem heb gedragen. Maar voor de rest, als je niet onhandig bent, is die top. En het is gewoon zo leuk. Ik voel het echt helemaal hier. Tussen de palmboompjes en zo. Ik vind het helemaal leuk. Dat is in ieder geval deze top. Deze heb ik dus in de maat S. Dan gaan we verder naar het volgende item. En dat is een jurkje. Want de laatste tijd, ik koop niet meer zoveel jurkjes. Dat is niet waar trouwens. Dat is niet waar. Ik heb denk ik vorige week nog 2 jurkjes gekocht. Maar dat maakt niet uit. Ik had nog geen wit jurkje. Heb ik geen wit jurkje? Ik weet het niet. Jullie hebben ook een wit jurkje? Ja, die. Ja, maar het is behalve deze. Ik wou zeggen, ik heb nog geen wit jurkje. Volgens mij niet. Volgens mij heb ik ook geen wit jurkje. Ik wilde deze dus wel nakken eigenlijk. Ja, Iris wou deze nakken, maar ik. Ja. Maar ik moest het nog even filmen. Ja, we hebben hier trouwens, we kunnen de was hier laten doen voor 2 euro. Dus dat is echt. Maar dat gaan jullie allemaal zien in de Bali vlog. Of dit komt in een Bali vlog, maar ik weet het niet. Hij is wel echt heel leuk. Hij is wel echt heel leuk. Het heeft ook zo'n lekker ribstofje. Ik kan lekker ver uitrekken. En dit is een maat extra small. En dat heb je ook wel echt nodig, denk ik. Ja, moet je dus als je een maat S hebt, zou ik gaan voor een XS. Want hij rekt echt ziek erg uit.
Maar deze vind ik ook heel erg leuk. En Iris vindt hem ook leuk. Ja, ik ga hem dus maken. Ik ga hem even voor jullie aandoen. Oké, okay, let maar even niet op mijn haar. Het is hier echt bloedheet. En ik moet al deze andere outfits aandoen. Het is hier echt heel warm. Maar het zit ook niet vandaag. We gaan verder met outfit. En dit is het jurkje. Hij is echt super leuk en hij rekt heel goed mee. Alleen, er is zeg maar één dingetje aan het jurkje. En dat is dat hij eigenlijk flink doorschijnt. Ik weet niet of je het hier ziet. Ik denk het niet. Ik weet niet hoe goed je het ziet. Maar ik heb net even aan Iris gevraagd ook en hij schijnt door. Dus ik draag hem zelf wel met gewoon huidskleur onderbroek. En dan komt het helemaal goed. Ja, dat is op zich niet zo'n big deal. Maar aangezien het wit is. Wit is altijd moeilijk. Dus dat. En dan heb ik nog één laatste item. En dat is natuurlijk weer een sportitem. Want ja, ik heb nog niet genoeg sportkleding. Mijn hele kast ligt zeg maar vol met sportkleding. Maar in ieder geval een sportitem. Want ik heb nog geen roze. Geen roze topje. Dus ik dacht, die moet er even bij komen. En ja, dit is echt super chill. Ik heb hier al een aantal keer in gesport. En dit is echt ideaal. Hij knelt niet af of zo. Want ik heb ook wel eens bij zulke shirtjes dat hij dan afknelt bij je schouders. Maar deze rekt ook weer lekker mee. Dus dit is ideaal. Deze heb ik ook weer in de maat S. Wil je daarin? Ja. Je wil in de boom klimmen? Ja. Vanaf het balkon? Ja. Denk je wel dat het een goed idee is? Nee, maar sneller. Ik denk echt dat je echt in het water flikkert. Wat ik dus wilde vertellen. Dit is een topje. Ja, wil deze ook nakken? Iris wil alles nakken. Iris die komt dan gewoon zo de deur uit en zegt... Mag ik dit nakken? Ja, is goed. Oké, thanks. Ja, ik heb echt al veel genakt. Ja, maar dit is in ieder geval het topje. De stop. Ik kan hier echt veel in. De topje stop. Het is top. Top topje. Kopen. Hey, volgens mij hadden ze deze ook nog in andere kleuren. Weet ik niet zeker. Maar ik vind roze wel leuk. Zeg maar, als ik roze aan heb, dan voel ik me heel snel Barbie. Maar bij deze valt het mee. Dit vind ik wel leuk. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind hem leuk. Volgens mij heb ik een kortingscode. Weet niet zeker. Danique20 geloof ik. En anders staat het in de beschrijving. Ik zet hem hier in beeld. Dit is de kortingscode. Dus in ieder geval, dit was de video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe nog even een duimpje omhoog. Hier is mijn Instagram. Danique.hosmar. Vergeet me zeker even niet te volgen. En dan ben ik binnenkort weer terug met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. En doei doei.